Ik denk Sigrid Kaag. Sylvana Simons. Sigrid Kaag is ook goed. Edith Schippers. Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat er een vrouwelijke premier moet komen. Nou, dat wordt wel eens een keertje tijd. Jee, er zijn zoveel goede vrouwen. Ik ben altijd fan van Khadija Ariep, de Kamervoorzitter. Ik vind haar goed. Ik zou denken Femke Halsema. En dat is natuurlijk een raar antwoord op dit moment. Er is op iedereen wel iets aan te merken, net als op iedere man. Voor de hand liggend zou ook wel kunnen zijn Sigrid Kaag van D66. Ik vind Sigrid Kaag altijd heel indrukwekkend hoe ze al haar talen spreekt. Ik zou misschien zelfs wel iemand kiezen die helemaal niet uit de politiek komt. Ik denk dat ik eigenlijk niemand beter geschikt acht voor die baan dan ik. Ik denk niet dat ik onder zou doen voor iemand anders. Die ik heel erg volg en gewoon fantastisch feminist vind en ook heel goed bezig is met diversiteit. Dat is Janice Deul. Ja, misschien zou ik eigenlijk ook wel nu buiten de politiek. Ik vind Nelly Smit-Kroes bijvoorbeeld, ik weet niet of ze nog... Nelly Kroes heet ze tegenwoordig. Nelly vind ik ook altijd een topvrouw. Ik denk dat Hedy Dancona een hele goede zou zijn. Het is natuurlijk al lang voorbij haar tijd, maar als het nog zou kunnen, zeg maar. Ja, je kan het je toch niet voorstellen als premier, maar het zou toch geweldig zijn? Oh, dat is even heel wat anders. Nederland is wel toe aan een vrouwelijke minister-president. Iemand die er in ieder geval voor uitgerust is. Het maakt niet zo heel veel uit welke vrouw, liefst mijn politieke kleur. Maar dat er eens een keer een vrouw premier wordt, dat zou wel verfrissend zijn. Ik ben er helemaal klaar voor.